Neergestreken in Maastricht. Welk jaar? Welk jaar kwam je hier? 2001. En toen werkte je voor Twan? Nee, of nee? Eerder. Eerder, hè? 24 jaar geleden. Ik kwam met een vriendinnetje van mij hier naar Maastricht. Wij zouden met z'n tweeën zouden naar Frankrijk gaan en we zouden daar gaan werken. En wij kwamen iemand tegen die bij Twan Hermsen werkte. En wij we waren eigenlijk niet gewenst in Frankrijk. En toen liepen we met onze ziel in onze arm liepen we door Maastricht heen. En toen kwam ik daar inderdaad Pedro Kools tegen van Da Vinci. Ja. En die heb ik toen mee gewerkt. En toen zei ik tegen Pedro, Pedro, mogen we bij jou vanavond eten? En ja, dat kwam zo. En toen zei ik tegen Twan, kan je ons misschien gebruiken? Ja, het was net voor de TFAF. En toen mocht ik komen werken. En Nicole ook. En we waren allebei aangenomen. En toen heeft Twan gezegd, ja, nou krijgt er maar één de baan, want ik neem geen koppels aan. En toen heeft Nicole gezegd, nou prima, dan ga ik wel bij Juliana werken. En heb jij de bij Twan Hermsen. Dus, en zo is het hier begonnen. Zo is het hier begonnen. En toen ben ik jaren later, 4 jaar later ben ik Daniel tegengekomen. Want ik reed op mijn fietsje, zo vanuit Lanenhaken naar Maastricht. En aan de overkant stond daar een meisje terras bedekken bij de Bonfan. En dat meisje dat zei, weer koffie jongen. En dan zei ik, dat is goed meisje. En zo zijn wij samengekomen. En getrouwd. En getrouwd en gescheiden. Ja, maar eerst is even een fantastische zaak opgebouwd. Ja. Hebben jullie ook echt helemaal samen gedaan? Ja, we zijn samen met z'n tweeën zijn we dat kleine restaurantje in de Havenstraat begonnen. Dat was fantastisch. Ja, dat was een plek. Dat heb ik, als je nou vraagt waar ik rebels geworden ben, daar ben ik echt rebels. Ik kwam daar een keer eten. En toen was ik helemaal in shock, want ik kende je nog helemaal niet. En ik kwam daar eten met Fred en Jolande de Leeuw. Nou, ja. Geen kleine in de culinaire wereld. En na het diner gooide jij, nou, ik zeg niet je voeten, je poten op tafel. En ik keek en ik dacht, is die nou helemaal hartstikke gek geworden. En ik weet nog dat Jolanda toen zei, chefs, Karen Anne, het zijn allemaal varkens. Ja, mega varkens. Nou, dat zijn de laatste jaren zijn natuurlijk wel wat, zijn natuurlijk wel wat gedistanceerder geworden en wat netter geworden. Maar we blijven. Je was ook hartstikke jong, come on. Ja, dat is ook zo. Ik ben nu 51 en ja, het is nu tijd gewoon om het nieuws te doen en dat gaan we dadelijk wel heel kort over hebben. Nee, niet heel kort. We gaan gewoon dat bruggetje maken. Ik heb 22 jaar Bluga gedaan met een heel team, maar in ieder geval altijd met Daniel. Ja. En een maand geleden of 3 weken geleden opeens op Facebook, want iedereen vroeg zich natuurlijk al af, hoe gaat Van Wolde, er heeft niemand zoveel energie als jij, is, ben je ook omgeroemd? Niet iedereen kan het altijd volgen, maar dan staat er opeens, hè, wordt het bekend, hij gaat Brut 172 doen in Rijmerstok. Wat gaat hij met Beluga doen? En patsboom staat er op Facebook. Dat Beluga verkocht is. Aan? Sever Tielman in Cucina da Mundo. We hadden een aantal, mensen, zeg maar, een aantal concepten die eigenlijk onze zaak wilden overnemen. Want we hebben 800 vierkante meter, dus we hebben heel veel ruimte. En bijvoorbeeld zeg maar een Chinees concept die wilde bij ons erin. Dan zou de naam niet gehandhaafd worden. Plus we hadden weer geen goede zaken in Maastricht. Want we hebben al zo weinig echt goede zaken in Maastricht. We hebben wel concepten. En zeker ook lekkere concepten, absoluut. Maar niet geen naam en faam meer. Dus ik heb ooit een keer mee willen bieden naar het postkantoor om daar iets te doen. En voordat ik bij het postkantoor een bod uit kon brengen, zat er weer een Chinees in. Dus ja, en ja, die mensen, ik heb niks tegen die mensen, want ze doen het gewoon verschrikkelijk goed. Chinezen weten echt hoe het hoort. En ze hebben de boodschappentassen met geld. Maar en je moet naar mij kijken, want volgens mij, of niet? Of oh, weet ik niet. Ja, is goed. Als ja, die camera die pakt jou wel. Nee, ik kijk niet naar de camera. Ik weet niet waar ik moet kijken. Ik ben gewend om mijn camera aan lichtjes. Oh nee, geintje, maar het lichtje is in jouw ogen. Ja, dus niet verkocht aan het Chinezen. Je vond dat de kwaliteit moest blijven. Dat, ik vond, dat toen, zag je ook als je verantwoording, denk ik. En toen dacht ik op een gegeven moment, voelde ik, zoals ik altijd mijn engeltjes op mijn schouder voel, dat er iemand zei tegen mij, van je moet ze ver bellen. Ik denk, moet ik ze ver bellen? Waar moet ik ze ver voor bellen? Yeah. En waar komt dat vandaan? En uiteindelijk, dezelfde middag zag ik er voorbij komen dat ze ver zijn zaak aan het verbouwen was, aan het kopen was, bla 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 bla. Toen belde, heb ik een sms gestuurd. Joh, is Beluga niks voor je? Toen hoorde ik een dag niks en daarna kreeg ik een sms'je terug van, kunnen we er eens over praten? En toen dacht ik, oké, Servet is wel de enige, vind ik, de enige chef in Limburg die 2 sterren kan koken. Helaas heeft hij het niet zo heel slim gedaan, jammer genoeg, bij Cucina da Mundo, nu, op dit moment. Maar, want? Nou, als hij het wat slimmer had aangepakt, hij wilde
vanaf april, mei wilde hij er een brasserie van maken. En het ligt niet aan zijn kwaliteiten van koken. Dat ligt gewoon aan een bepaald stukje filosofie van wat Michelin doet. De gronden van Michelin zijn ondoorgaanbaar, dat weet je echt nooit. Maar die gaan hem niet een jaar lang een ster geven. Dus hij wilde daar bij Cucina, wij wisten natuurlijk al een half jaar geleden dat die verkoop zou doorgaan van Beluga, ja of nee. Yeah. Dat wisten we al lang. En had duidelijk aan moeten schrijven, zo van luister tegen yeah. Michelin, van meneer D&D, dit gaat te gebeuren, ik ga een brasserie maken. Yeah. En zijn focus was een beetje weg, denk ik, op zijn... Ja. Op zijn eten, terwijl ik echt super goed gegeten. Niet op zijn eten, maar op dat niveau. Ja, ik heb super goed gegeten de laatste keer. Veel beter als een jaar daarvoor. En ik weet... Maar goed. Ik ga hem helpen. Ja, want jullie gaan nu tot aan juli. Dan ga ik een maand, nog een maand met hem samenwerken. Gaan we op een gegeven moment zondagmiddag feestje houden. Ja, en daarna verlaat de rebel Maastricht. Dan verlaat de rebel Maastricht. En dan ben je geen prins geworden in al die jaren. En ik heb alleen maar mijn lul achterna gelopen zoals het in de krant staat. Verschrikkelijk. Ja, maar dat moet je niet eens herhalen. Wat een debiele zeg. Ja, maar dat moet je toch helemaal niet herhalen. Nee. Je hebt de sterren van de hemel gekookt. Ik denk dat heel veel steden jou heel graag zouden willen hebben. Ik denk dat ook maar heel weinig mensen begrijpen... daar hebben we het vroeger ook wel eens over gehad. Ik had er graag een documentaire over. Wat het leven echt is. Om altijd te presteren. Nooit te kunnen verzaken. Want voordat je iets hebt gedaan, staat het al online. Iedereen weet het beter. Iedereen kan het beter. Iedereen kan altijd iets vertellen over jou. Ja, weet je, Fiscaat? De chef. Ik weet je, ik heb een zaak als Beluga. Dat concept moet je continu aanpassen. Om de 3-4 jaar moet je dat concept aanpassen. Waarom? Het verandert, het fluctueert super snel met de gasten. En 2 sterren voor iedereen toegankelijk maken is gewoon, dat is niet makkelijk. Nee. En ik wil niet zeggen dat ik klaar ben, maar ik ben gewoon toe aan wat nieuws. Ik ben gewoon... Waar droom je van? Wat droom? Een chef wil maar 1 ding. Dat is met een hond, een vrouw, een kind, naar met z'n tweeën eigenlijk een huisje in Zuid-Frankrijk. Om daar een table d'hôte te beginnen. En daar gewoon heel groentes te verbouwen. En ja, Kaat, ik weet het. De groentes te verbouwen, maar ook... ik zeg niks. Nee, ja, my lips are sealed. Nee, maar dat is... En ja, oké, okay, maar nu heb je dus een boerderij in Rijmerstok. Ja, is er ook Zuid-Frankrijk. En je hebt een kind. Ja. Heb je een hond? Wel varkens. Varkens, hond. En hoe zit het met die vrouw van je? Die komen ook... Die komen vanzelf. Nee, er is momenteel zeker iemand in mijn leven, absoluut. Oké. Okay. Dat is toch heel mooi dan? Ja, en we zullen wel zien wat er gebeurt. Ja. Dus ik ben daar heel blij mee in alle opzichten. Dus we zullen wel zien wat het wordt. Maar weet je, we hebben natuurlijk ook de leeftijd en dat is ook heel lekker. Je hebt in principe aan niemand verantwoording af te leggen dan aan jezelf. Ja, aan je kind. Nee, ja. En dat is het dan. En ook dat vind ik nog zoiets, mijn kind... die dat gaat op zekere hoogte. Ja, mijn kind gaat dadelijk... Ik ga niet alles voor mijn kind laten. Nee, dat doe ik niet. Ik ga wel iets voorbereiden voor hem. Maar ik dacht eerst van, nou, dan ga ik de boerderij speciaal voor hem doen. Ja, misschien wil hij wel piloot worden. Dus ja, dan heb ik een boerderij voor hem. Hoe oud is Sid nu? 7. En hoe kijkt hij tegen de horeca aan? Koken, eten? Nee. Sid is een kunstenaar. Ja. Sid is een kunstenaarsjongetje. Is een heel bijzonder jongetje. Die houdt van knutselen, die houdt van kunst. Die wordt een kunstenaartje. Ja, dat is lief. Want ik had die vraag ook aan Erik gesteld... Je gaat dus, het is ook gekscherend genoemd natuurlijk, hè, van rebel naar herenboer, maar toch is het wel zo. Je gaat toch een hele, je gaat met de seizoenen leven. Ik wil iets. Je hebt die plek daar, mensen komen naar jou toe. Eigenlijk komt alles naar je toe, hè? Dat is je leven, dat is je huis. Je wil als chef iets achterlaten. Ja, is dat het? Je wilt iets chef als achterlaten op deze aarde, dat is ook heel belangrijk. Natuurlijk blijft er iets knagen. Natuurlijk blijven die 3 sterren wel knagen. Van wat moet je daar nou voor doen? Wat moet je daar nou voor laten? Maar ik kijk daar tegenwoordig heel anders tegenaan. De 3 sterren is geen... niet zo moeten meer dat ik denk... Nou, daar ga ik toch echt alles voor in de brand. Dus het is niet zo dat je zegt... Nee, maar dit is wat ik nu ga doen. Dat kon ik 10 jaar geleden niet. En ik denk ook dat ik kon geen 3 sterren 10 jaar geleden koken. Dat kan helemaal niet. Ik vind dat het helemaal niet weggelegd is voor jonge mensen. Nee, maar je zei laatst ook iets heel moois. Van in Beluga kon je die 3de ster, dat begrijpen mensen soms ook niet, al niet krijgen. Want dat was al... Dat is een concept wat je continu moet veranderen. Exact, maar in principe... Je ei is klaar. Ja, en iedereen komt erbij gewoon. Ja, is er nog iets wat je wil vertellen?
Nee, ik wil één ding vertellen wat de mensen... Nog even één seconde, jongens. Eén dingetje, ja, de rest niks. Ja, vertel. Want ik word een beetje gestoord van de mensen die allemaal die vragen wat ik aan het doen ben. Ja. Ik zal zeggen wat ik aan het doen ben. Ja. Iedereen die wil 10 jaar jonger zijn. Iedereen wil 10 jaar jonger zijn, ik met, niet. Iedereen wil 10 jaar jonger zijn met de kennis van nu. Ja. Dus iedereen zou willen zeggen, die zegt heel vaak tegen me, van als ik iets zou willen doen van 10 jaar geleden, met de kennis die ik nou heb. Dat is wat ik doe. Dat is wat ik ga doen. Jij gaat nu doen in Rijmerstok. Wat ik eigenlijk 10 jaar geleden. Eigenlijk 10 jaar geleden hadden moeten doen. Maar toen had je de kennis nog niet, was je er ook nog niet klaar voor. 50 plus is een mooie leeftijd, hè? Heerlijk. Toch? Ik heb je dat ooit gezegd, hè? Eerst de 40 en dan de 50. Ze zitten allemaal.